En dan dat ruim je op. Tijdelijkheid vind ik wel leuk hoor. Dat je dat gewoon dat je het op kan pakken, weg kan zetten. Dat hebben we in Zeeland. Dat is ook een deel Zeeuws gegeven, vind ik, tijdelijk. We doen het met onze strandhuisjes. Ik liet het net even van jullie zien. We hebben bij Westkapelle een aantal strandhuisjes neergezet. Die hebben hetzelfde. Die hebben we gewoon heel puur, niet te veel kleur. Gewoon rustige strandhuisjes met één mooie grote glazen voorkant die op de zee uitkijkt. Die gaan 's winters weg en dan is dat strand leeg. En dat is eigenlijk hetzelfde wat je met zo'n erf doet. Zomers dan is het feest en tuttig en handdoeken en badgasten en frikandellen. En 's winters is het weer lekker, dan hebben we weer even Zeeland terug. Misschien zit dat er ook wel. Ik hou wel van die tijdelijkheid. Eigenlijk, als je het nou hebt over voorbeeldige boerenbouwen in het landschap, dan zou je Niek en Esther zou je wel voorbeeldige boeren kunnen noemen. Die denken zelf heel goed na over hun camping. Waar ik mee begon was, ze hebben mij uitgelegd hoe die landschapscamping, hoe die werkt, daar in Zondermeer. En daar, eigenlijk moet je daar gewoon alle vertrouwen in hebben, dat doen ze goed. Maar ze hadden wel een probleem bij hun erf hier. Hier staan die, nou, het is gewoon een boerenerf, er staan een paar mooie gebouwen en ook een paar grote loodsen. En zij hebben twee dingen dus. Hè. Ze hebben eigenlijk een soort dubbelbedrijf. Ze hebben een camping. En daar ontvangen ze zomers gasten. En die recreëren daar. Maar ze hebben ook gewoon een boerenbedrijf. Dan moeten ook aardappels die schuren in en uit. En dat was een beetje hun probleem. Nou gaat die aardappels, dat is vaak in het najaar. Als de oogsttijd is en zo. In het voorjaar dan moet er heen en weer gereden worden met tractoren. Maar zomers dan gebruiken ze dat erf. Of zou ze dat willen gebruiken wat meer voor die campinggasten. Daar komen daar families, dus ze organiseren daar spelletjes. En ze hebben al een soort terrasje hier. Dus in dit hoekje van de schuur, daar hebben ze in hun bestaande gebouwen. Ik heb ze hier. Het is gewoon een erf met van die betonplaten en grote gebouwen. Nou, in dat hoekje hier hebben ze al een soort schuurtje waar ze activiteiten doen. En ze hebben daar ook wel eens groepen, geloof ik, die daar vergaderen. En hun vraag was nu van, kan dat nou niet beter? En ja, toen hebben wij eigenlijk ook een vrij simpele ingreep daarop voorgesteld. Als dat beter moet, dan zou je eigenlijk dat erf zo af en toe moeten kunnen verbouwen. Of opnieuw moeten kunnen inrichten. Bijna alsof je naar de IKEA gaat, je koopt wat meubeltjes, je zet ze neer en dan is het weer leuk. Want en zo kan je die zomer- en die wintersituatie, die zou je dan vorm kunnen geven. Want in de zomer, als er gasten zijn, dan is het in die schuren en zo is het niet zo druk eigenlijk. Dan rijdt er misschien zo'n tractor in en uit, maar dat is het dan ook. Maar uiteindelijk hebben we dat wat doorgeschetst. En is dat verworden tot een wat meer glazen volume die onder een afdak gaat. Waardoor ook die schuur, zeg maar, weer een soort Zeeuwse eigenheid krijgt wat meer. En daar zijn we uiteindelijk zijn we bij dit voorstel geëindigd. En er zijn drie elementen zijn er belangrijk. Dat is die oranjerie met het afdak. Het maken van deze plek. We hebben gezegd van nou, maak nou in dat stelkomplatenveld, maak nou één plekje je bestrating bijzonder. En je hebt een serie van die bomen. Die rijden 's winters naar binnen toe. Zomers richt je daar een plek mee in. Zodat jij met je gasten kan doen wat je moet doen. Punt. Klaar. Dat is het idee.